In de hogere beroepszaak van het 8 december strafproces is er vandaag 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen ex-legerleider Desi Bouterse voor moord. Waarnemend procureur-generaal Carmen Razam heeft verder de gevangenneming van Bouterse gevorderd. Volgens Hugo Ezet, advocaat van de nabestaanden, is Ramsaran uitvoerig ingegaan op de getuigenverklaring en bewezen. Waarnemend PG uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij ervan uitgaat en voldoende bewijs vindt dat die verklaring van Kamperveen en Slagveer, dat die onder dwang zijn afgelegd. En dat op het moment dat die verklaringen werden afgenomen, er reeds enkele van de slachtoffers geëxecuteerd waren. Dat is eigenlijk een nieuwe omstandigheid ten aanzien van de verdachte Bouterse. Alles bij elkaar opgeteld is de waarnemend PG tot de volgende strafeis gekomen. Ten aanzien van de heer Bouterse heeft ze gevraagd om het vonnis van de krijgsraad in verzet, om dat vonnis te bevestigen, maar tevens om ook heeft ze het Hof gevraagd om nadat het Hof dat vonnis heeft bevestigd, zoals zij vraagt, ook de gevangenneming gelast. Volgens Ramsaran blijkt uit de getuigenverklaring en bewezen duidelijk dat Bouterse verantwoordelijk gesteld moet worden voor medeplegen van de moord op 15 mannen op 8 december 1982. Er zijn volgens Razam genoeg bewijzen geleverd tijdens het proces. Voor aanvang van de zitting gaf Bouterse het volgende aan. Kennen we de zaak dus nogmaals. Ik geloof dat er echt bijzonderheden bij waren. Maak je zich druk, meneer Bouterse? Ja, voor de problemen en dat maak ik me druk, ja. Over deze zaak? Deze zaak zien we, dat moet nog komen. Het pleidooi van de raadsman van Bouterse en de overige vier verdachten Irvin Kanhai wordt op 31 maart gehouden. Het Hof wilde het pleidooi binnen één maand, maar Kanhai vroeg naar meer tijd. Het Hof is meegegaan met het verzoek van Kanhai en heeft hem 2 maanden de tijd gegeven om zijn pleidooi voor alle 5 verdachten voor te bereiden. We zullen nu dat pleidooi houden en het requisitor ontzien. Oké, heeft u nog een verrassing? In het pleidooi gaat u dat merken, ja. Laten we rustig wachten op het pleidooi. U hebt het gemerkt in de verstekzaak en in de verzetzaak. Dat we wel wat verrassingen hebben. En waarom heeft u wat extra tijd nodig? Dat u die 2 maanden heeft gevraagd? Omdat het gaat om 5 verdachten en het gaat om een requisitor van bijkans 60 pagina's.